Dag, het is weer zover. De eerste vrijdag van de maand en dus praten wij u bij over de bouw van de sluis Kiltunnel. Met ook deze maand onze vaste rubrieken. De medewerker achter de slagboom, blij dat ik rij en de vraag van de maand. Maar we beginnen met de werkzaamheden, want wat is er de afgelopen maand allemaal gebeurd? Nou, de tunnelboor die is gedemonteerd en vervoerd naar zijn startpunt. De boor heeft zijn eerste klus erop zitten en wordt ontmanteld om in de startschacht weer opgebouwd te worden. Het heeft wel iets heel futuristisch. Maar gelukkig is het snijrad nog compleet. Op de laatste zaterdagavond in juni is het dan zover. Het snijrad gaat vervoerd worden naar de andere kant van het kanaal. Daarvoor moet het rad wel de Sluiskilbrug over. En daar moet wat aangepast worden voor een snijrad met een doorsnede van 12 meter. En dan moet je niet te veel op mooie meisjes letten, hoe begrijpelijk ook, maar alle obstakels verwijderen. Zoals deze overspanning. En terwijl de mannen van het transport rustig afwachten, wordt er flink doorgewerkt op de brug. Alles nog even goed controleren. Aan Ron Hiel, de projectdirecteur, de vraag of er eigenlijk risico's verbonden zijn aan dit transport. Nou, de risico's die zijn bijna niet heel. We gaan rijden en alle meubilair is eraf. En de tour duurt dan ongeveer 10 minuten. En daar gaat hij van start. Voor je het in de gaten hebt, is de brug al gepasseerd. En nu alles klaarmaken voor de tweede boorklus. Elke aflevering kijken we naar een bijzonder beroep. Deze maand ontmoeten we Manno Buisrogge. Hij is projectleider Sluiskiltunnelproject bij Voorbij. En dat is een bedrijf dat prefab beton produceert. Prefab beton. Klinkt goed, maar wat maken ze hier nu precies? Hier worden de kabelkoker elementen gemaakt die we plaatsen in de gereed geboorde tunnelbuis. Die kabelkokers die zie je in de definitieve situatie, zie je daar helemaal niks meer van, want die verdwijnen helemaal onder het wegdek. En die kabelkokers die worden gesteld, allemaal in lengte. Er gaan er ongeveer 786 gaan er in het hele project. En in die kabelkoker daar komen allerlei kabels en leidingen, zoals het woord eigenlijk al zegt, voor de technische installaties en bijvoorbeeld de brandblusleidingen die de hulpposten voeden in de tunnel. Dat moet allemaal onder het wegdek te liggen. Het zijn dus nogal wat kabelkokers. Dus naast het maken is het vervoer, de logistiek, nog een aandachtspunt. We hebben hier natuurlijk bijvoorbeeld een grote kade waar we de elementen kunnen inladen in het schip. We hebben ook bij Sluiskil in de nabijheid van het werk kunnen we ook beschikken over een grote kade om de elementen te lossen. Hoe lang doe je erover om deze kabelkoker helemaal naar Sluiskil te vervoeren? En op deze manier kunnen we met twee boten eigenlijk op een keer herladen. Alles eigenlijk binnen anderhalve week op het gemak eigenlijk op het werk hebben. Om van daaruit te gaan monteren in de tunnel. Laatste vraag. Hoe is het om deze klus te klaren? Dat is sowieso de montage zelf. Dat is voor mij een thuiswedstrijd een beetje. Dat ik zelf uit Hulst kom en het project zit in Sluiskil.
En het is gewoon een keer weer een hele andere tak van sport. Je leert ook weer een andere discipline kennen, prefab productie van de elementen. Dat is iets waar je niet heel vaak continu om handen hebt in de civiele bouwwereld. En daarom is het zeker wel leuk om op deze manier ook een keer een ander deel van het TWI-bedrijf te leren kennen. Alle wachtenden achter de slagboom bij de sluis Kilbrug hebben over het algemeen maar één wens. Die tunnel moet zo snel mogelijk klaar. Het kan hun niet snel genoeg gaan. Wie zijn er deze maand weer kostbare tijd kwijtgeraakt aan langdurig wachten? Ook deze maand kozen we een willekeurige doordeweekse dag. En ja hoor, opnieuw hoefden we niet lang te wachten voordat de brug openging en iedereen weer een kwartiertje moest wachten. En de eerste vraag die dan bij ons opkomt is: waar komt u vandaan en waar wilt u naarartoe? Ik kom van Hoogewaarde en ik ga net over de brug hier bij Sluiskeel. Filipijnen, en daar ga ik naartoe. Gaat u naar huis? We gaan van school. Oh ja. Naar Sas van Gent en retour. We're from Italy. We went to Yara. To Yara Sluiskeel. Mamma mia. Zelfs Italianen staan al te wachten voor de Sluiskeelbrug. En wat doet iedereen dan tijdens het wachten? En dan soms een boek lezen. En kletsen. Ja. Ik ben nu aan het puzzelen. Ja, nee, je zit er veel. Eens even testen of de wachtenden weten hoe lang de tunnel wordt. 1,5 kilometer. 2 kilometer, denk ik. Ja, 1,5 kilometer. 5. Van de overkant naar hier. Voor de rest weet ik het niet. Ik baal er alleen van dat ik er geen gebruik van zou kunnen maken. Van 1200 meter. Daar wordt dus heel verschillend over gedacht. En dan nog even dit. Als de tunnel er is, gaat u hem dan gebruiken? Nou, ik zit hier net over de brug van Sluiskeel. Hebben wij een boerderij en loonbedrijf. En wij zullen altijd gebruik moeten maken van de brug van Sluiskeel. Tunnel. Het is net een middelbare scheldtunnel op. We kunnen wel de oude romantiek van die boten ophalen, maar dit gaat gewoon sneller. Tenminste, als de tunnel klaar is. Dat wordt sowieso brug, want ik heb geen rijbewijs. Nou, een tunnel. Dan moet je niet meer wachten, hè. Dan kan je doorrijden. Dank allemaal voor de spontane antwoorden. Volgende maand weer meer meningen en reacties. Hoe belangrijk is de komst van de Sluiskeeltunnel, maar bijvoorbeeld ook van de Westerschelde-tunnel voor de Zeeuws-Vlaamse regionale economie? Deze maand brachten we een bezoekje aan Molenaar in Goes. Molenaar in Goes. Dat zet je gauw op het verkeerde been. Wat voor bedrijf is dit nu precies? Wij zijn een betonfabriek wat hele kleine betonartikelen maakt. Alles heeft te maken met het stellen van wapening en de kisting. We mogen even rondkijken, maar het is me nog niet meteen duidelijk wat jullie nu precies maken voor de Sluiskeeltunnel. Nou, wij hebben voor de productie van de elementen van de tunnel, van de ringen, hebben wij de afstandhouders gemaakt die de wapening moeten stellen. En voor de toeritten en de viaducten naar de tunnel toe hebben wij ook de bekistingsafstandhouders en wapeningafstandhouders op kleuren kunnen maken, zodat het hele element er netjes uitziet. Min of meer duidelijk. Wat betekent de komst van de tunnels voor jullie bedrijf? Laten we eens beginnen met de Westerschelde-tunnel. Voor de tunnel hadden we altijd te maken met de boot. Daar waren altijd wachttijden en voor transportkosten waren dat grote belemmeringen. Door de tunnel is er voor ons het eigenlijk achterland België is de voortuin geworden. De toeleveringstijden zijn veel sneller geworden en daarmee zijn ook de gespaarde kosten laag gegaan. En dan komt er nog één, de Sluiskeeltunnel. Wat leveren die jullie op? Vanwege de brug die er nu nog ligt, zullen sommige vervoerders nog steeds kiezen om over Antwerpen heen te rijden. En de nieuwe tunnel zal dat denk ik veel meer over Zeeuws-Vlaanderen laten gaan. Vertel nog even wat er zo leuk is aan je werk. Nou, ik vind de warme contacten altijd binnen de bouw. Het lijkt altijd heel hard, maar als je daar even in zit, heb ik daar langdurige, warme contacten aan. De vraag van de maand is elke maand een vraag van u thuis. Wat heeft u altijd al willen weten, maar heeft u nog nooit durven vragen? Deze maand wordt de vraag gesteld door Levien de Grote, een bekend akselaar, beter bekend als de burgemeester van Schapenbout. Ik heb gehoord dat ze in de Sluiskeeltunnel blindringen gaan gebruiken en ik zou graag weten wat dat zijn en waarvoor ze gebruikt worden.
blindringen zijn eigenlijk ringen die nadien terug gedemonteerd worden. Dus dat zijn de ringen die niet bij de uiteindelijke tunnel horen. Het is zo, voor het boorproces moet de boormachine zich afduwen tegen de uiteindelijke tunnel die er komt. Dus je bouwt een ring en tegen die ring duwt de tunnelboormachine zich af. Aanvankelijk heb je een put en in die put moet die boormachine vertrekken. Daar is natuurlijk nog geen tunnel. Dus we maken daar eigenlijk een tunnel buiten de grond met ringen. Dat is dan de blindring. En tegen deze blindring duwt de machine zich af om zo in de grond te geraken. Nadien, als de tunnel klaar is, worden de blindringen terug gedemonteerd en heb je dit resultaat. Heeft u ook zo'n vraag? Laat het ons weten en stuur hem in via onderstaand adres info@sluiskiltunnel.nl onder vermelding van de vraag van de maand. Wie weet maakt u er wel kans op een uniek Sluiskiltunnel Collectors item en komt u volgende maand uw vraag stellen in ons programma Bouw in Beeld. Het zit er weer op, dit was het voor deze maand, maar bedankt voor het kijken. Volgende maand zijn wij weer. Tot dan!